en des Heiligen Geestes. Genade zij en vrede van God en Vader en van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest, dat zij. Zing op Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Filippenzen 4. Heere, moeilijk had deze man het in dit leven. Zelf heeft hij daar veel van gezegd. Maar in zijn moeilijkheid had hij het gemakkelijk, omdat de vrede in zijn hart was. Omdat u kende
en zich bewust was dat het hem ging om in uw wegen te wandelen, uw eer op het oog te hebben. Middel te zijn in uw hand van de zuinigheid van zijn medemens. Doet ons dit verstaan. En laat ons door uw genade niet menen dat ook nog in iets anders geluk en vrede zou te vinden zijn. Nee, de weg die de apostel is gegaan in dit leven is de weg van kerk. Sterven en leven. Leven en sterven. En alles buiten zich zien. En dit aanvaarden, omdat het is tot verheerlijking van u. En omdat men daarin juist zaligheid heeft. Je hebt ons bewaard, Heere. En je hebt ons gedragen, ondanks zoveel en onder zoveel. Doet ons uw goedheid opmerken en verstaan. Waarin goedheid is. Laat uw begoedertierenheden ons leiden tot u. En ons doen verbinden u. Treed niet in het gerechte met ons. Waardig zijn we. Dat ons niet alleen nu maar voor eeuwig voorbij zou gaan. Wees ons genadig, Heer. Door uw voorzienigheid zijn we in de avond van deze dag hier een ogenblik met elkander samen. Wat ons drijft en leidt, het is u bekend. Maar laat het door uw genade zijn en worden betrekking op en lust tot waarheid. Waarheid gelijk zin is. Met uw kerk met ons zegenen. Het ontfermen over land en val, koninklijke huis en de regering. Het ontfermen over de mensheid. Haar ongeluk is nog te beschrijven, nog te doorvoelen. Ze is ongelukkig. En alleen degene die eruit getrokken wordt, gebracht tot u, mogen dit zien en een medelijden mee hebben. Zoals ook u medelijden had, toen je op aarde werd met een afgevallen en vijandig Jeruzalem. Ach, wil nog toevoegen aan uw gemeente, ook door ons een geringe dienst. Gedenkt onze zieken, er zijn er die ernstig ziek zijn. Wilt hen helpen. Het kruis opgelegd is te dragen. En schenken het niet van de onderdrukking. Zingen. Psalm 62, vers 5 en 8. Oh.
Vergen mensen God tot ons, gedurende enige ogenblikken uw aandacht voor het zesde vers van het u voorgelezen hoofdstuk, Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en versmeken met dankzeggingen bekend worden bij God. Dat is een woord van de apostel Paulus. Van de man die, als hij gekund had, de gemeente Gods te gronde gericht en dunne van de Heer Jezus uitgewist zou hebben. Wat genade verwacht. Denk hier aan het woord dat we aan het eind van Jesaja 55 vinden. Voor een doorn zal een dennen omgaan. Voor een distel zal een myrte omgaan. En het zal de Heere wezen tot een en tot een eeuwig teken dat niet uitgroeid zal worden. Het woord dat we hier in het zesde vers van Filippenzen 4 aantreffen is te vinden in het Oude Testament, de Bijbel van de apostel Paulus. Maar wanneer de Heer hem de betekenis ervan niet had geleerd, dan zou hij het niet hebben verstaan. Wij zijn van gedachte dat we door lezen een predikatie doen of horen uiteindelijk ver wat betreft onze kennis kunnen brengen. Maar dat is een mistasting. Wij verstaan de waarheid niet en ooit voordat wij in Christus van God gerechtvaardigd en geheiligd zijn. Trouwens, dat iemand niet in Christus is, geeft te kennen dat zijn verstand verduistert, zijn wil vijandig, zijn genegenheden onrein, zijn oordeel op een dwaalspoor, zijn inzichten verkeerd zijn. De apostel Paulus had de genade leren kennen. En wie had hij in beginsel lief? God had hij lief. En zijn naaste. En nu had hij de wens dat ook zijn naaste deelgenoot mocht worden van het heil dat hem geschonken was. Ik wens de wel van God. Zo horen we hem uitroepen in de rechtszaal te Caesarea. Dat niet alleen gij,
Welk alle die beneden horen, zodanig en weerden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Wees in geen ding bezorgd. Bernaat uw begeerte in alles, door bidden en smeken met dankzeggen bekend worden bij God. Om deze woorden te kunnen verstaan en vooral ter harte te nemen, moeten we op de achtergrond ervan letten. Wat is de achtergrond van Filippenzen 4:6? Dat verstaan we wanneer we begrip hebben van wat we uitgedrukt vinden, bijvoorbeeld in Psalm 115, het derde vers. Het zegt: onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hem baart. Wat God doet, is tot verheerlijking van zijn naam. En tegelijkertijd tot zaligheid van zijn volk. De verheerlijking Gods. En de zaligheid van de kerk zijn zaken die onafscheidelijk en elkander verbonden zijn. Er is ook geen begeneindigde die er scheiding in zou willen brengen. God zorgt wat hij doet, nog eens, het is toch verheerlijking van hem, maar ook tot zaligheid van alle die in mijn leven. Hij zorgt dus, maar wanneer hij niet zorgt, moeten wij dan ook bezorgd zijn? Wie het is die zondigt tegen God? Hij doet den Heer tekort. Hij maakt zich schuldig aan ongeloof en hij berooft zichzelf van de beste goederen die hier maar te genieten zijn. Vrede en blijdschap. De apostel kende de genade, de werking des Heiligen Geestes in het hart. Want dat is genade te kennen. Als u mij niet kunt vertellen hoe God de Heilige Geest in het hart werkt, wanneer hij zaligmakende arbeid verricht, dan moet u van mij niet verwachten dat ik aanneem dat u genade bezit.
Maar de apostel wist ook wat de natuur is. Zegt en doet. De natuur is geneigd om als volgt te redeneren. Heeft God alles zo geschikt dat zijn naam wordt verheerlijkt? En is de verheerlijking van zijn naam verbonden, onafscheidelijk verbonden aan de zaligheid van de zijne? Laat ons dan afwachten. Laat ons dan stil afwachten. Dan valt er niets meer te doen. Maar de apostel snijdt de natuur af. Zoals hij in zijn bekering geleerd dat God doet. En zoals ieder kind van God geleerd heeft dat God doet. En hij zegt. Met uw begeerte. Door bidden en smeken bekend bij God met dankzij. Uwe begeerte in ons. Er zijn dingen die wenselijk zijn. En iedereen kent deze dingen, heeft ze. De apostel zegt, maak ze bekend bij God, niet bij de mensen. Blijf er ook niet mee lopen. Maak ze bekend bij God. Zelfde. Wat we vinden in de 62e psalm. Stort, zo zegt de dichter van dit lied, stort uw liederharten uit voor het ingezicht des Heer. In alles, wij zijn geneigd om voor dit of voor dat een uitzondering te maken. Nee, zegt de apostel, in alles. De Heere regeert. Dood, hel, graf, wereld, vlees en bloed, wat ook maar te noemen zij. Het licht onder de heerschappij des Heeren. De Heere regeert. Geen uitzondering dus. In alles, in groot en in klein. Doe bidden en smeken. Wat is bidden? Wat is smeken? Om daar straks nog op terug hopen te komen, wil ik toch hier dit opmaken. Als iemand bidt, dan heeft hij de aandacht van zijn hart op God gevestigd. Ik hoef je dus niet te zeggen dat het gebed veronderstelt de kennis van God. Waar geen kennis van God is, er is ook geen gebed. Als iemand bidt, dan heeft hij de aandacht van zijn hart.
gevestigde bond. Maar dat heeft de wereld zichzelf, zijn naaste, alles, het gehele zichtbare en tastbare, uit het oog verloren. Dus het gebed veronderstelt het verlies van eigen leven. Wie zijn leven niet verloren heeft, bidt niet en heeft nooit gebeden. En hij smeekt, wanneer hij wat hem op het hart ligt, nu voor het aangezicht Gods uitspreekt. Dit is altijd een smeking die neergeworpen wordt, niet op eigenwaardigheid, maar op de gerechtigheid van de Heer Jezus en op de barmhartigheid des Vaders. Met dankzegging. Een recht gebed begint altijd met danken. Waar geen dankgebed is, daar is ook geen smeekgebed. Het hoort bij elkaar. En dan staat er in het zevende vers. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Over deze woorden ben ik niet van plan te spreken. Maar ik moet er u toch even op wijzen. En dan zeg ik u dit, dat wat in het zevende vers gezegd wordt, vanzelfsprekend volgt op wat in het zesde bevolen of vermeend wordt. Want als ik mijn nooddruf ken, mijn behoefte weet, en ik ken ook den Heer. En ik weet dat Hij mij opdraagt mijn noden voor Hem neer te leggen. En ik heb dan het getuigenis des Geestes dat ik doe wat Hij wil dat ik doen zal. Denk aan Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwege. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek ten zegen alleen bij uw bron van troost en licht. Ik zeg wanneer het zo is. En ik zo handel. Mij wordt gegeven zo te handelen. Kan ik dan nog iets anders hebben dan vrede? Een vrede die alle verstand te boven gaat. Ik heb de weg van het ware geluk betreden. Psalm 84, vers 62. Thank you.
Toen is de handen valt in de kriebel. En spreekt met gesloten ogen. Bid je dan? Dat is niet gezegd. De apostel Paulus schrijft: want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Ook al zou dit bidden zijn. Jacobus merkt er ons attent op dat er begeerd moet worden in geloof. Begin van zijn eerste hoofdstuk. Nee. Om te kunnen bidden zijn er enkele dingen nodig. En die zou ik u willen noemen. En dan moet u nagaan of dit alles in overeenstemming is met uw ondervinding. Er komt het op aan. Wanneer ik hier voor u sta, dan moet ik u zeggen wat de Heilige Geest door het woord werkt, gewerkt heeft. En op uw weg ligt het om u af te vragen of dat wat ik zeg overeenstemt met wat de Heilige Geest gewerkt heeft in u en nog werkt. En daartoe is nodig dat je de overtuiging hebt dat waarvan gij spreekt dingen zijn die u van de Heilige Geest geschonken zijn. Dingen zijn die u van de Heilige Geest geschonken zijn. Hebt u deze overtuiging niet? Dan moet u zich stilhouden. Want werkelijk, u hebt niets te zeggen. Om te kunnen bidden moet een mens zichzelf kennen, zijn noden. Kent hij zichzelf niet en zijn noden, zijn onbekend, dan bidt hij hem eens in het wilde weg. En daar is geen verhoring op te wachten. Maar hij moet ook ten Here kennen. Want als u de Heer niet heeft leren kennen, dan spreekt u mij tot iemand die hem onbekend is. Is er een verband tussen de kennis van onszelf en van onze noden en van de Heer en zijn rijkdommen? Kent u dat verband? Zou u hiervan iets kunnen zeggen? Het is het dat nooit iemand zichzelf heeft gezien zoals hij was van nature voordat hij een aanschouwing had ontvangen van een drie-enig God in Jezus Christus. Waar deze twee zaken gemist worden, daar is de mens altijd op het verkeerde spoor. Om te kunnen bidden moet
Wanneer we dit hebben kan gezegd, moet men God voor zich hebben. Je moet een uitgang van de ziel wezen tot en hier. En de ziel moet zich bewust zijn dat God tot hem spreekt en zij tot hem het woord heeft. Dat is de onderhandeling. Die gezegd wordt een christen te maken. Om te kunnen bidden. Moet men geleid worden door de Heilige Geest. Want wij weten niet wat we bidden zullen. Gelijk hebben gehoord. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzacht. Nog eens. Om te kunnen bidden. Moeten we geloven. Dat God ons hoort en verhoort. En ons schenken zal dat waarom wij hem vragen of, indien dit met zijn heilige raad niet mocht overeenkomen, ons iets anders zal geven. Dat dan misschien nog beter is. En in dit vertrouwen, moeten we zijn, zo wij bidden. Dat is bidden. En al wat hiervan afwijkt, wat het wezen en is zonder enige betekenis. Het is zonde en geen bidden. Zet u in bidden. Hebt u wel eens gebeden? Is over uw uitgestorte geest der genade en der gebeden? Zijt gij in Christus Jezus? Dat is ten slotte. De vraag. En het ligt weer weg om dit nauw en gedurig te onderzoeken. Ben ik in Christus Jezus? Want immers zolang wij niet in hem gevonden worden, is onze persoon verwerpelijk. En hoe zou dan iets dat van ons komt worden aangenomen? Wanneer gij in de Heer Jezus zijt, dan hebt u een tijd gehad waarin u zaagt dat ge niet in hem werd. Het begint met gemis. En het gevoel en het gezicht van dit gemis wordt hoe langer hoe groter. Ondraaglijk tenslotte. Wanneer gij in de Heer Jezus zijt, dan zijt gij een roeper geworden. Geroepen. Maar je hebt ook luidkeels geroepen. Je hebt geroepen, zittende op uw stoel, liggende op uw bed, maar ook uitgestrekt op de grond.
twee en ernstig geroepen. Ik heb getrapt de schelmen van je ogen af te krijgen. Want wat bespeurde gij dit? Dat er een muur was. Ten gevolge waarvan gij mij niet zien kon. En ge zou toch zo graag zien. Ik heb geleerd God te rechtvaardigen. Ten ene man. Zodat ge medelijden met hem gekregen hebt. Omdat hij zo zeer miskend wordt. En zo beledigd wordt. En zo verkeerd verstaan wordt. Ge hebt God gerechtvaardigd. Met uw ganse hart. En hem gesteld boven uw eigen behoudenis. Tegelijkertijd heb je uzelf beschuldigd. Je hebt niemand beschuldigd. Maar je hebt uzelf beschuldigd. Als ge uit kracht van verzoeken op iemand beschuldigde of nog beschuldigd, dan draagt ge daarover leed. Hoe dan? Wanneer gij zou het kunnen zeggen, maar het is toch waar wat ik gezegd heb. Hoe dan? Begenadigde heeft een week hart. Ik bedoel een vlezen hart. En hij voelt voor God. Maar hij voelt ook voor zijn medemens. Hardheid, wreedheid. Nog eens uit kracht van verzoeken kan hij zich aan schuldig maken. Maar hij verfoeit het. Zijn ganse hart. En hij mag de woorden van de apostel Paulus verstaan. Zijt niemand iets schuldig. Dan elkander lief te hebben. Spreken over een ander. Dat haat hij. Een voorbarig oordeel vellen over een mens. Dat verfoeit hij. Met zijn ganse hart. De naaste is bij hem een schepsel Gods. Wanneer u in Christus zijt, dan hebt u uw onmacht leren kennen. U volstrekte machteloosheid. U zijt openbaar geworden voor God en voor uzelf. En wat is nu een mens? Volgens het woord. Volgens het woord is een mens, om alleen maar dit te zeggen, een vijand van God. En van zijn naaste. Ben geneigd God om mijn naaste te haten. Als u in Christus zijt, dan zijt u openbaar geworden als een vijand van God en van uw naaste. En dat is dan al wat er van u gezegd kon worden. De apostel Paulus, die deze brief geschreven heeft
had dit heerlijk geleerd. En hij schrijft dat hij als een vijand met God verzoend was geworden. Wij zijn van gedachten. Van beneden naar boven. En dan eindelijk, door ondervinding van dit, en door ervaring van dat, enzovoort, eindelijk het geluk, de bekering. Ik zeg beneden, beginnen van beneden, die mens is nooit beneden geweest. Hij weet niet wat het is beneden te zijn. Weet u het? Weet u wat het is beneden te zijn? Van beneden te beginnen, van niets af te beginnen. Weet u wat dat is? Dat is van zijn val in Adam te beginnen. En is het u bekend wat er eigenlijk gebeurt als een mens zichzelf leert kennen? Als een mens zichzelf leert kennen, dan valt hij en met hem valt alles. En heeft niets overgehouden dan schuld en zonde. Deze mens, die misschien een schat van ondervindingen had, en die wellicht al lang zalig gesproken was, deze mens heeft niets overgehouden dan schuld en zonde. Dat is het hart waarin Christus geboren wordt. Als u in Christus bent, dan is Christus u geopenbaard geworden. Hij is tot u gekomen. Hij is in u gekomen. En in u gekomen zijnde heeft hij zichzelf bekend gemaakt. En toen hij zichzelf bekend maakte, kreeg gij de kennis van een drie-enige God. In Christus Jezus. En dit is dan God te kennen. En Jezus Christus die hij gezonden heeft. Aan de 17 verse. Als u in Christus zijt, dan zijt u getrokken tot de Heer. Getrokken, onwederstandelijk, zacht. Met de zachte wind van de Heilige Geest, met de zachte wind van de Heilige Geest. Lees 1 Koning. Getrokken, langzaam, onwederstandelijk. Als u in Christus zijn, dan hebt u de Heer aangenomen. Eerst als priester, maar dan ook als profeet en als koning. Je hebt de gehele Christus aangenomen. Er bleef trouwens ook voor u niets anders over dan Christus of omkomen. Er is ook geen derde. Christus of hem. Elke prediking die het anders voorstelt is een verfoeielijke prediking. Christus of hem. Als u in de Here bent, dan hebt u onvoorwaardelijk overgegeven. En nu hebt u geen bestaan meer. De wereld kan met u doen wat haar toegelaten wordt te doen. Gij zijt dood. Gestorven. Maar tast de wereld de rechte Gods aan.
dan zijt ge een leeuw gelijk. En ge laat u niet opzij zetten. Maar ge komt op voor hem. Die zag dat hij alle dingen gewrocht heeft om zijn zoons wil. Ook ten goddeloze tot een dag des mens. En het is in deze weg dat u mocht beproeven en ondervinden wat God is. Als het Nederlandse volk. En als alle die zogenaamde kerken bij elkaar. Is alles loslieten. En als zonde zagen. Niet anders dan zonde. En ze grepen dan de sterkte Gods in. Dan zal er wat gebeuren in Nederland. En nu gebeurt er niets. Alleen maar, we glijden hoe langer hoe meer weg. Hieraan weet u of u in Christus zit. En in Christus te zijn is volstrekt noodzakelijk. Mist u het getuigenis des harten, des geestes en des woords in uw hart, dat u in de Heere zijt? Gebruik uw tijd. De Heere werkt middelijk. Wendt de middelen aan. Het woord en al wat daarop gegrond is. Hij rust niet. Gaf geen enkele reden om gerust te wezen. Gij zijt in gevaar. Ieder die buiten Christus is, verkeert in het grootste gevaar. Laat u hierbij door de zogenaamde prediking van de kerken niet verleiden dat het ook anders zou kunnen gaan. En dat het goed zou kunnen wezen als men niet in Christus was. Het is alles bedrog. Moogt ge in de Heer Jezus zijn, weet dan, kent u voorrecht, en ik wil u graag zeggen wat dit is, als er geen belofte waren, geen verbondsbelofte, dan zou er geen gebed zijn. Dan zou niemand kunnen of mogen bidden. Deed dit, hij zou toch niet verhoord worden. Waar geen belofte is, daar is geen gebed. Maar niet iedereen heeft recht op de belofte. Wie dan recht op de belofte heeft, dat heb ik u gezegd. Dat is de mens in Christus Jezus. En als u nu zulke mens zijt, dan is dat u niet uit te spreken voor. U hebt recht op de belofte. Gebruik dit recht. In uw leven. Leer dit gebruiken. Gij moet leren dit te gebruiken.
Want dit zou de kracht van uw leven zijn. Misschien voelt u dat wel. Dit zou de kracht van uw leven zijn. In menig opzicht zou dit het voor u gemakkelijk maken. U zou niet zoveel naar mensen lopen. Als u misschien wat doet. U zou weten dat u het vlakbij hebt. Nabij is het woord. In uw mond. In uw hart. Dit is het woord des geloofs. Dit zal ik wil prediken. Enzovoort. Je zou het u zelf gemakkelijker maken. Als u werkt het met de belofte. U moet dat leren. En natuurlijk, dat hoef ik u niet te zeggen. Ik sluit mezelf hier geheel bij in. Wij moeten dat leren. En als wij van ons recht op de belofte gebruik maken. Dan zien we in deze wereld waarin niets anders dan verwarring is. Een weg voor ons. Maar alleen maar voor de stap die we te doen hebben. En dan weer niet meer. Maar telkens wordt er weggebaand. God baande door de woeste bergen. Een brede stroom op onze pad. Daar. Rees zijn lof. Op stem en snaar. Nadat hij ons beveiligd had. Zondigde. En dit kan niet uitblijven. Zolang ze aan deze kant van het graf zijn. Bereid ze. Want indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, maar zondigt niet meer. Laat het de drang van uw hart wezen om in deze wereld zonder zonde te leven. Val niemand lastig. Laat ieder mens aan zijn plaats. Vergrijpt u aan hem niet. Want hij is een schepsel Gods. Wees voorzichtig. En zonder ons een bekend spreekwoord. Dat een beetje plat klinkt, maar dat ik toch wel aan mag halen die zijn neus schenkt, schendt zijn aangezicht. En als ik nu u mijn neus schend, dan schend ik mijn aangezicht. Want u is mijn broeder, mijn zuster. God heeft uit ene bloed ons alle voortgebracht. En volg de Heer en geloof dat het goed is. Goed is. U moet het niet goed maken. Het is goed. Als u in de Heer Jezus zijt. Amen. Heren, dat u danken mochten. Oprecht danken mochten. Dat deze dingen nog kunnen worden gezegd. En dat ze vanavond zijn gezegd. Vergeef het zonde. Maar dit, dat het door ons bevlekt wordt, staat u niet in de weg.
hebt u de eeuwen door van het begin af bediend. Van zwakke en gebrekkige middelen. Wil dan ook de prediking van hem van zegen. En laat het ons eens iets gezegd hebben. Hierom ging het. Om uw eer. En om uit te spreken waar een mens iets zou kunnen hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En wil u het nu eens zeggen. Doet ons met het gehoorde en gesprokene eens inkeren in onszelf. En laat ons het alles eens overwegen, diep overwegen. En voor u brengen. En onszelf ook voor u brengen. En leert ons dan, geeft ons dan eens oprecht te bidden. Zend, Heer, uw licht en waarheid niet. We gaan niet weer van hier wil ons geleiden. En ons brengen waar we zijn moeten. En dan komt het. Zolang als we hier ons bevinden, is het niet zo moeilijk. Maar in eigen omgeving, en terug daar waar we iedere dag leven, en in aanraking komen met een wereld die in het boze en hart ondragende dat het eens is met deze wereld, dan, Heer, is er de strijd. En laat ons dan strijden. Laat ons strijden en overwinnen. Maar kwamen we te vallen, laat ons dan niet in onze zonde blijven liggen. Er doet ons opstaan. En uw kracht aangrijpen, om staande te kunnen blijven. Wees ons met onze kinderen genadig. Onze kinderen, Heer. Wat zal er van worden? Ach. Wees ons genadig als volk. Er is hier wat anders geweest. Het is weg. Erbarmt u. Laat menig een onze behoren tot het overblijfsel. Dat u ook in de donkerste tijden nog hier en daar in de wereld zult hebben. En doe dan dit overblijfsel verstaan de roeping waarmee het geroepen is. Zing op Psalm 145, vers 5 en 6. De genade van Heer Jezus Christus en de liefde Gods. En de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen.